B1 van Ajax onder leiding van coach Orlando Trustful tegen de jeugd van Manchester United. Van Brugge dacht er even over om in te schuiven, maar krijgt nu de bal in de voet en kan het alsnog doen. En zelf maar eens uithalen. En dat scheelt helemaal niet zo gek veel. Het is van heel ver, maar het is moeilijk genoeg voor O'Hara. Lijkt bijna achterloos geschoten. Maar die bal is zeer goed op weg naar de kruising. Grimshaw, Wilkinson en zo komt Manchester eruit met Dolly. Goede combinatie. Dolly wil de bal eigenlijk overnemen, maar dat mag voorlopig nog niet. Hier is Byrne voor het doel. Genoeg mensen en daar is het doelpunt. Ja, mooie aanval wel van Manchester United. En op zeer vrije wijze is het voor mij Rockwell die daar het laatste zetje geeft. Komt zelf een heel eind Rockwell. Loopt dan door, komt voor het doel en geeft het laatste tikje. Apamelodias dan met rechts. Ging voor de combinatie, die lukt niet. Wel de ballen weer heroverd. Een foutje achterin, wat heet. Het is een enorme fout waardoor Byrne zo op Moes af kan. En Byrne scoort. Het is 2-0 voor Manchester United. Ajax geeft het in een paar minuten tijd weg. En vooral deze mag de Ajax-verdediging zich aanrekenen. Papamelodias verovert de bal. En wat is hier aan de hand? Riedewald tikt die bal. Dan glijdt Van Brugge uit. En Byrne straft het meteen af en maakt zijn eerste van het toernooi. Daar is Byrne en daar is Moes met de redding. En via Moes, de paal zit Moes door de harde hamer volgens mij wel. Nee, niet eens. Het is alleen de paal. Er zal sowieso geen verlenging komen. Mocht het gelijk worden, dan zijn het direct penalties. En dit is de eerste kans daarop. Over O'Hara heen en dan gaat hij erin. Ja! Dan valt hij bij toeval erin, omdat de keeper van United er helemaal naast zit. Iedereen let op Akolatse, maar die kan helemaal niet bij die bal van Van den Bomen. En dan stikt hij zomaar over de keeper heen en scoort Van den Bomen dus, Branco Van den Bomen. En is het 1-2. Sanchez die zal zo naar de kant gaan vermoedelijk. Maar dat is bijna al de 2-2. Daar is nog een keer bijna de 2-2. Maar Wilkinson gooit zich ervoor. Andersson. Hij staat in ieder geval dus niet rechtsback. Van Brugge met het schot. En hij gaat er bijna heen. Nou, je zou inderdaad zeggen, probeer het nog maar eens wat vaker van afstand. Want die keeper is er niet zeker erop geworden. Paas is goed. Op Van der Linden. De voorzet is ook goed. Daar moet hij zijn. Daar is hij ook. Het is 2-2. Het is de man die de fout inging bij de tweede van Manchester United. Damian van Brugge. Die zorgt voor de 2-2 voor Ajax. De voorzet van Van der Linden. Dan valt hij goed. Dan lijkt hij het nog te verprutsen. Maar hij glijdt hem er toch in. Damian van Brugge. Mooie finale. En die krijgt, zoals het er nu eruit ziet, als ontknoping penalties. Rockwell. Maar dat is geen probleem voor Moes. De keeper die dus dezelfde taak nu heeft als Bijlhart in de halve finale. Namelijk een helderrol zien te vervullen. Penalties gaan de beslissing brengen in de finale van de Aegon Future Cup. Van den Bomen. Nu raakt hij. En daarmee is Ajax al een stuk beter begonnen dan in de halve finale tegen Barcelona. En de man die nu aankomt lopen, daarvoor heb je geen rugnummer nodig om hem te herkennen. Kan Moes wat doen? Hij is kansloos. Het is 1-1. Weer de linkspoot. Warmerdam. Oeh, hij reageert wat laat. Maar goed, hij zit. 2-1.
Kroes. Ja, dan wordt het nog moeilijk voor die keepers van de B1 om de held van het toernooi te kiezen. Als ze allebei de heldenrol vervullen in de strafschoppenserie. Dankerli. Ja. Had ook al geraakt tegen Barcelona. Kan Moes er nog een pakken? Nee, deze in ieder geval niet. Het is 3-2. Gaat ook de vierde erin. Elton Akolatse. Ja. Daar komt Dali. En het is 4-3. En kijk naar die felheid. Volle duidelijkheid, hij had dus ook voor Ajax kunnen voetballen. Quincy Menig. Het technisch hart zou hebben besloten dat hij de meest opvallende, de beste voetballer is van deze Aegon Future Cup. En hij kan Ajax nu die beker bezorgen. Deze strafschop benutten en het is zover. Menig scoort en Ajax wint de Aegon Future Cup. Mag Maus daarvoor bedanken. Ja, kijk, Bel, die weet wat die keeper doormaakt. Ja, Menig, die halen ze nooit meer in. Oh, mooi om te zien. De B1 van Ajax wint het toernooi. Een mooie finale waarin United de voorsprong kwam. Het beslist leek. Maar één gemiste penalty. De penalty van Sean Goss. Daar zie je de absolute winnaar. Onze aller Ajax! Voor de tweede keer in 3 jaar wint Ajax het eigen toernooi, het eigen Future Cup. In de groepsfase gewonnen van Besiktas 4-0. 1-0 tegen Manchester United. Een gelijkspel tegen Desportivo Brazil was genoeg voor een plek in de halve finale. Daarin werd na strafschop afgerekend met Barcelona. En na een mooie finale tegen Manchester United staan ze hier. De B1 van Hollander Trustful als winnaar van de Aegon Future Cup. En dan nu de wissellokaal, dames en heren.